maandagochtend, 7 uur, als de wekker van je telefoon afgaat. Eerst een kop koffie en dan de podcast van de clichémannetjes van Staantribune. Jeroen Heink en Edwin Muis. De podcast waar vooral luisteraars het voor het zeggen hebben. Met voetbalcultuur, heel veel vragen van luisteraars, oeverloze anekdotes, groundhoppen, kaartjes, shirts, stadions, supporters en clubiconen. En dan nog een kop koffie. Welkom bij de Hand van Godcast nummer 7. In deze aflevering gaan Jeroen Heink en Edwin Muis het hebben over eerbetoon aan voetballers. Dat heeft een oorzaak en dat is een vrij simpele. Maxi Rodriguez is 40 jaar geworden en nu als All Boys heeft besloten om een tribune aan hem te vernoemen. En dat bracht ons op het idee welke eerbetoon aan voetballers zijn nog meer. Behalve de clichés voor de hand liggende. En wat vinden we ervan? En zijn er regels, zijn er stijlregels waar een eerbetoon aan moet voldoen? Allereerst Jeroen, welkom. Goedenavond. Goedemorgen, maandagochtend. Of goeiedag. Ja, inderdaad. Geen idee wanneer je dit luistert. Wij nemen dit op zondag eind van de middag. En zoals altijd beginnen we meestal op de minuut met de officiële opening van het programma. Ik op een hele trutte manier. Ja, wil je dat eventjes toelichten? Ik zie daar echt zo'n gratis weggegeven Heineken 0,0 klein blikje bier. Is het 0,0 of niet? Ach, ja, er zit iets blauws in. Wat erg. Ja. Nou, okay. Ja, ik zit aan de gin tonics en ik had geen blikje bier gekocht, dus ik dacht dit is met alcohol. Dus die maak ik even voor het geluidseffect open. Nou, zal ik hem maar het goede werk doen dan? Want jij kunt lekker aan een alcoholvrije bier zitten en heel stoer zeggen dat je aan een gin tonic zit, maar wij zitten gewoon weer aan de Guinness uiteraard. En nog steeds te wachten dat dit gesponsord wordt. Dat er gesponsord wordt door Guinness. We zijn niet gesponsord door Guinness. We zouden trouwens best graag door Guinness gesponsord willen worden, of niet Jeroen? Door wie? Door Guinness. Heb jij dat ook? Door Guinness, ja. Door Guinness zou heel fantastisch zijn als we daardoor gesponsord zouden worden. Een van mijn levensdoelen is gesponsord worden door Guinness. Okay. Hebben we nu al een pissige hoofdredacteur, denk je? Vast. Maar voordat we verder gaan, Edwin, omdat je het zo graag wilde zeggen, nog even beste wensen nog voor het nieuwe jaar. En dat 2020 maar verder achter ons mag blijven en dat 2021 halverwege dit jaar een beter jaar wordt. Ja, wat mensen niet zien is die uitgestreken blik van Jeroen. Echt heel irritant. Nee, ik hou er niet zo van. Maar goed, voor onze luisteraars, alle beste wensen en laten we hopen op een fantastisch voetbaljaar. Dat we weer lekker naar het voetbal mogen en heel veel voetbalwedstrijden mogen bekijken, vinken, noem maar op. Jeroen wil wat zeggen. Ja, want voordat we even doorgaan, even een kleine terugblik op vorig jaar. We zijn nog genomineerd. We? Ja, de podcast Staantribune. Wil jij daar nog wat over zeggen? Ik voel dat wel een beetje gevleid door. Een stukje erkenning. Heb jij dat ook? Nee. Ja, ik vuile rat. Jij doet het expres. Jij kent mijn mening. Maar voor degene die hem nog niet kennen. Ik hou niet van dat soort populariteitswedstrijden. Dat je in één keer stemmen moet verzamelen en volgens mij, er is één partij die daar wint en dat is de organisator. Vergelijk het een beetje met, ik weet niet of je het mee kunt vergelijken. Voetbaltwitteraar van ja, trouwens, onze vriend uit Breda, van harte gefeliciteerd. Wel verdiend trouwens. Maar laten we eerlijk zijn, wij zijn dat ooit als, ik zeg wel wij, maar ik heb er niks mee te maken. Staantribune is dat ooit als een soort grapje mee begonnen en het heeft ons geen winterij gelegd. Maar ik heb hetzelfde, nog sterker het idee bij de organisatie van voetbalpodcast van ja, en die prijs moet er gewoon komen. Maar dan moet het eigenlijk door een vooraanstaand instituut zijn met een min of meer onafhankelijke jury. Voor zover je kunt spreken van onafhankelijke juries. Die zijn niet zo heel veel. En het is toch gewoon wie heeft de meeste stemmen, wie weet zijn achterban het meest te mobiliseren. Nou ja, kijk, het is heel simpel Jeroen. Twitter-account van Staantribune heeft meer dan 20.000 volgers. Stel dat wij, Staantribune, keihard acties zouden voeren. Keihard. Ben je al gewoon, hoe mobiliseren we zoveel mogelijk mensen? Ik denk dat er heel veel kruisbestanden zijn. Mensen vinden Staantribune leuk. Mensen vinden FC Afkikken leuk. Mensen vinden de AD-podcast misschien wel leuk met Sjoerd Moussou. Ik verzin er maar wat. Tukkenpraat, weet ik veel. Ga zo maar door. Dus er zijn heel veel podcasts. En ik denk dat er heel veel kruisbestanden zijn. Maar als wij gewoon op basis van de harde cijfers daarvan uit zouden gaan, dan zouden wij een goede kans maken om te winnen. Maakt dat ons de beste voetbalpodcast in Nederland? Nou, daar kun je een heel lang verhaal over houden, maar daar zullen de meningen ongetwijfeld over verdeeld zijn. Dus ik heb er niet zoveel mee.
Nee, dat is natuurlijk ook een beetje zo met de gouden televisering. Hè? Zo werkt dat ook een beetje. Nou, moet ik wel even zeggen, het wordt natuurlijk georganiseerd door Total Football Festival. Ja, natuurlijk, je kunt het polletje gaan kapen. Aan de andere kant, wat ze vorig jaar wel gedaan hebben, is het was polletje kapen tot aan dat de jury, zeg maar, uit de meeste stemmen weer hun eigen keuze maakte, zeg maar. Dus dat heb je eigenlijk met. Dus dan heb je toch nog een stukje. Soort van vakjury. En dan kun je natuurlijk gaan discussiëren over wat in de vakjury zit. Maar goed, wij zitten er allebei iets anders in. Ik vind het wel grappig. Net zoals met de voetbaltwitteraar van het jaar. Het zijn, weet je, we moeten het misschien ook niet te serieus nemen. Het zijn gewoon leuke dingetjes. Het is ook, weet je, je kunt ook een beetje. Als je kijkt naar. Wij als podcastteam, om het maar zo te noemen. Waar je een beetje staat, of je wat men leuk vindt of niet, of dat er geluisterd wordt. Weet je, dat zien we natuurlijk ook wel in de luistercijfers. Maar weet je, het is ook, we kunnen daar ons voordeel in die zin mee doen. En ja, weet je, als we toch op die lijst staan, laten we dan ook maar bij de shortlist komen. Zo zit ik er een beetje in. Nou ja, ik heb 336 volgers. Er zijn er 36 bijgekomen sinds we met deze podcast op Twitter. Ja, ik hoor je ook lachen. En je moet eens weten hoe mijn dochters, die lachen me uit. Jij lacht nog een beetje schamper. Is de Guinness trouwens lekker, Jeroen? Ja, heerlijk. Ja. Goed zo. Even voor onze potentiële sponsor. Dat is wel belangrijk, een stukje. Ik ben nu ongeveer, ik heb bijna 1/8 van mijn Guinness glas nu leeggedronken. Van je Guinness glas? Ja, ik heb ook een Guinness glas van Sinterklaas gekregen. Dus ik denk dat Sinterklaas bij de Guinness fabriek is geweest. Oké. Als we nou nog geen sponsor binnenharken, weet ik het trouwens ook niet. Zulke hoeren als we zijn. Maar jij hebt meegedaan, of nou meegedaan. Jij staat in de voetbal Twitter top 50. Maar betekent dat wat voor je? Even doorgaan op die voetbalpodcast nominatie. Nou, weet je, wij hebben die podcast gedaan met Arjan en Ferry een paar weken geleden over de voetbaltwitteraar en de lijst. Wat ik het leuke eraan vind, is dat je uit die lijst, en er wordt wel steeds ietsjes minder, omdat natuurlijk een beetje dezelfde namen natuurlijk wel terug gaan komen. Maar dat je voetbal wat breder gaat zien. Ik heb daar best wel wat accounts van bij gehad, die ik anders waarschijnlijk nooit zou gaan volgen. Ik zou nooit zo snel Ferry gevolgd hebben. Omdat ik, ja, hij zit niet in mijn range van. Ja, hoe zeg je dat? Favorieten, in de zin dat hij natuurlijk voor NAC is. Ja, ik heb niet zoveel met NAC. Dus als ik alleen puur op basis daarvan gekeken zou hebben, zou hij nooit in mijn volglijst. Zo geldt dat voor meer mensen. Dus weet je, betekent dat wat? Ah, nee, weet je, ook wat we zelf ook wel zeggen vanuit Staatribune. Neem het vooral niet te serieus. Het is gewoon een leuke, aan het eind van het jaar, een leuk lijstje, zoals er zoveel lijstjes zijn. Ja, weet je, moeten we de top 2000... neemt ook niet iedereen serieus. Er is ook wel weer een alternatief voor. Dus doet het mij wat. Nee, weet je, het is leuk dat je erin staat. En leuk dat mensen jou benoemen om hetgeen wat jij doet. Maar ik twitter voor mijn plezier. En om mensen te leren kennen. Om informatie binnen te halen. Puur alleen maar gericht op voetbal. En weet je, Twitter is voor mij ook een soort uitlaatklep. Om af en toe even wat te posten. Of om wat te lezen, zeg maar. Dus... Ik vind dat wel leuk als dat lijstje er komt. En als je erin staat, ja, weet je, leuk is het toch of niet? Ja. Sta jij erin, Edwin, of niet? Jazeker, ik sta op nummer 238. Ik heb 3 stemmen gehad van mijn moeder en mezelf. En er zal nog een dronken gek geweest zijn die Guinness heeft gedronken. En die ook, kijk, maar ik kan me wel voorstellen. Kijk, jij bent nu gelieerd, zoals het zo mooi heet, aan Staantribune. Dus dat betekent dat je niet kunt winnen. Je bent een medewerker van Staantribune en je doet ongetwijfeld nog veel meer dingen. Maar dan zou je op nummer 4 kunnen eindigen. Nou, je kan in ieder geval niet winnen. Joris van der Wier kan hem ook. Of zoals Jim Holtues, Joris van der Wier, altijd pleegt te zeggen. Dat zijn natuurlijk onze favoriete onderlinge grapjes. Nee, maar Joris kan hem ook niet winnen. En als Joris denk ik ook niet zo erg mee zitten. Maar ik kan me wel, dat verhaal van Arco, dat weet ik nog wel. Die heeft wel eens verteld, ja, ik stond mijn huis te bezichtigen met mijn vriendin. En toen las ik dat ik gewonnen had. Ik helemaal blij. En de makelaar en mijn vriendin, die dachten, krijg je nou geld? Of ik heb een truttige beker. En je hebt de hand van Aad de Mos. Die overigens, over Aad de Mos gesproken. Ik was vanmiddag aan het wandelen met mijn vriendin. En in een poging om gezond te doen. En ik hoor op een gegeven moment geluid van mijn telefoon. En ik heb per ongeluk Aad de Mos gebeld. Maar die staat als eerste in mijn telefoonboek. Dubbel A. Dus geen idee. Dus als Aad denkt van... de grote mannen van de podcast hebben mij gebeld. Sorry Aad. Hij heeft niet teruggebeld dat hij op een resort het Vosje zat. Of dat hij op de tankbaan rondliep. Ik denk dat Aad met Kiet bezig was. Ik kan niet anders verklaren. Want Aad heeft nog niet teruggebeld.
Nee. Okay. Waarschijnlijk was hij druk met zijn micro-koffie, denk ik. Ik denk dat dat is. Dat zou heel goed kunnen. Goed, dus nominatie voor voetbalpodcast van ja, ik zou gewoon zeggen, jongens, ga stemmen en stem op je favoriete podcast. Ja. En welke dat ook is, het maakt mij niet uit, maar ga lekker stemmen. Ik vind er is echt een aantal goede podcasts. Even mijn persoonlijke, in willekeurige volgorde hoor, mijn persoonlijke Kijnkeloel vind ik een hele fijne. Nou ken ik Johan Brinkel, een van de makers daarvan. Het is van Feyenoord podcast. Vind ik echt een hele fijne. Ik vind dat ze bij Fortuna ook een leuke podcast maken. Alleen ja, ik versta ze helaas niet altijd. Sorry jongens. Even denken, wie vind ik nog meer? AZ. Vind ik wel een leuke. Maar ik ken Sander Lubeck een beetje. Dus van vroeger. Die draag ik een warm hart toe. Radio Kamataru. Ja. Maar wij kenden dan Hielke Biemond. En ze zijn nog veel meer Pakschaal podcast, noem ze allemaal op. Ik vind trouwens elke club, elke supportsvereniging van een betaald voetbalclub, sterker nog, inclusief topklasse, noem maar op, Eredivisie, die moet gewoon een podcast hebben. Echt gewoon. Merkt wel dat steeds meer mensen, zeker van onze generatie, die daar wat meer moeite mee heeft, denk ik, dan de jongere generatie, maar toch wel een beetje overstapt naar de podcasten, zeg maar. Hè. Het lekkere is gewoon dat je op gezette tijden iets kunt luisteren waar je graag naar informatie over zou willen hebben of graag naar luistert. Ik heb er ook even aan moeten wennen totdat ik het zelf ging maken, zeg maar, of onderdeel daarvan was. En ik luister eigenlijk weinig radio meer, zeg maar. Bijvoorbeeld bij maandag luister ik bijna alle podcasten even bij. En komt de radio bijna niet aan te pas. Maar goed, inderdaad, ga lekker stemmen. En het is leuk dat het er is. Even voor mijn nieuwsgierigheid. Wij hebben jou ooit uitgenodigd voor een Groundhog podcast. Dat is trouwens een van onze best beluisterde podcasts van Staantribune. Daar zat jij bij Jeroen Douw, Joris Hans, en Jim. Hans Douw, neem die kwalijk. Jij dus, Hans Douw, de moeder der Groundhoppers. Maar is het bij jou daar begonnen toen in Café Engelenburg bij Joop? Of had je het al eerder, het virus? Nee, ik weet ook niet of dat het was. Ik denk wel dat het een beetje een dingetje was dat je denkt, hé, dit is best wel grappig om over te praten over voetbal. Ja, grappig hè. En nou ja, goed, weet je, mensen weten misschien wel of misschien ook niet. Ik ben natuurlijk bij SC Afkikken voor het eerst begonnen met podcast maken, ook of onderdeel daarvan zijn. En ja, weet je, wat we nu ook merken bij Staten, het is gewoon heel leuk om te doen. Je komt nieuwe mensen tegen, je komt verhalen tegen, je gaat achter verhalen aan. Dus dat zal vast. Het was de eerste aanraking met podcast maken. En voor mij ook het leukste onderwerp om over te hebben, groundhoppen. En ik denk dat het ook helemaal in het straatje van Staantribune past op dat moment. Ja. Ja. Overigens, voordat we overgaan naar het serieuze onderwerp, heb je interesse om ook met podcast te beginnen, maar je weet niet zo goed hoe. Altijd bereid, en ik weet dat het voor Jeroen ook geldt. Ik spreek ook een beetje namens Jeroen, maar ook namens mij. Weet je, stuur ons een berichtje op Twitter of een mailtje of een appje, geen idee. En we helpen je met liefde op weg. Van welke apparatuur we gebruiken, hoe we zijn begonnen, waar je aan moet denken. Het is niet zo ingewikkeld. Je kunt het zo duur en goedkoop maken als je wilt. Maar laat ons maar weten. We helpen je met liefde op weg. En overigens, ik weet, er zijn meerdere podcastmakers hoor. Ik had net over Johan Brinkel, hetzelfde. En volgens mij zijn er genoeg van die mensen. Oké, hey, over naar ons hoofdonderwerp. Eerbetoon aan voetballers. En Jeroen, ik schakel even naar jou, want jij bent ermee gekomen. Ere wie ere verdient. Hoe zijn we op dit onderwerp gekomen? Nou, wat je al in de intro noemde, was natuurlijk Maxi Rodriguez, Argentijn, geboren in Rosario, spelend bij op dit moment ook bij de ploeg van het stad, Newell's Old Boys. Die is 40 geworden inderdaad en de club heeft daar een soort van cadeautje aan gekoppeld door een van de vier tribunes, waarvan ze er eentje waarschijnlijk niet meer kunnen hernoemen, maar naar hem te vernoemen. Ik vond dat wel een bijzonder iets. Hij speelt nog of hij is nog actief geweest. En op je 40ste al een tribune naar je vernoemd krijgen, is denk ik alleen, en zeker als levend iemand, denk alleen voor de echt grote weggelegd. Dus ik vond dat een mooi feitje. Ik ging er ook wel een beetje over nadenken van, wie is Maxi Rodriguez? Ik ken hem zelf nog, dat hij een paar seizoenen in Liverpool heeft gespeeld, bij Liverpool. Maar natuurlijk ook bij onder andere Atletico. En hij was die klerenlaaier die beslissende penalty in de halve finale erin schoot, waar ik heb trouwens die penalty nog even teruggekeken, maar die schoot hij wel bijzonder hard in. En Cillessen die zat er nog wel even aan.
Maar dat is ook Maxi Rodriguez. En ik vond het ook dus wel bijzonder, want het is niet zo, en ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar als ik Maxi Rodriguez zeg, denk je, oh, nou, trouwens, nou vergeet ik één ding. Die fantastische goal van hem op het WK in Duitsland tegen Mexico. Dat hij zo, aan de buitenkant van de 16, dat dingetje op de, ja, ik doe het, probeer het een beetje voor te doen, maar het heeft met de podcast niet zoveel zin, maar in ieder geval op de borst aanneemt en dan hem met links, zeg maar, in de verre hoeken inschiet. Dus dat is ook Maxi Rodriguez. Geeft overigens zijn staat van dienst wel aan, want toen was hij er al bij. Was dat niet in de verlenging? Maar hou me te goede. Ja, het was wel een werelddoelpunt. Ja. Ik heb het van het weekend al gezien. Doelpunt van het toernooi, denk ik. Maar goed, als jij Maxi Rodriguez zegt, moet je er eventjes over nadenken van wie is dat ook weer. Dus dat er meteen een tribune naar je vernoemd wordt, dan moet je iets goed gedaan hebben, denk ik. En hij is dus een van de onderdelen van het Marco Bielsa stadion. Een andere tribune is vernoemd naar iemand die wellicht ook wel bekend is. Diego Armando Maradona heeft vijf wedstrijden voor de ploeg gespeeld. En heeft toch het voor elkaar gekregen om een tribune naar zich vernoemd te krijgen. Nou goed, Maradona heeft natuurlijk veel meer gedaan voor Argentinië. Maar, dus daar is Maxi Rodriguez er één van. Een mooi eerbetoon, denk ik. Heeft Pochettino daar niet een tribune? Dat is ook wel gek, hè? Volgens mij niet, denk ik. Ja, we moeten het googlen, worden ongetwijfeld morgen gelogen. Nou, als je het weet, laat ons maar weten. Maar ik bedoel, ik snap Bielsa. Maradona, weet je, kan me ook wel wat bij voorstellen. Maar Pochettino is volgens mij toch na Messi en Bielsa de twee na beroemdste zoon van Rosario, zou je bijna denken. Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Dat zou goed kunnen. Maar wat ik het meest bijzondere aan dit verhaal vind is, en dat vind ik Maradona een uitzondering, maar dat mensen die nog leven al iets naar zich vernoemd krijgen. En dat, 40 nog maar, hè? Ja. Ja, ik ben ook 40 en er is niks naar mij vernoemd. Op zich is dat niet zo'n niet iets speciaals, maar om een, nou, ik twitterde het nieuw te bouwen Choripan megacentrum in Twello. Ik verwacht wel dat het Jeroen Heink Choripan megacentrum Twello gaat heten. Minimaal. Maar het is een uitzonderlijke, ik denk een uitzonderlijke prestatie. Maar misschien is dat ook wel iets voor het buitenland om mensen, terwijl ze nog leven, ook al een eerbetoon te geven. Bij ons moet er volgens mij iemand eerst dood zijn. Abel Enstra, Johan Cruijff met zijn standbeeld, Johan Cruijff Arena. Misschien vergeet ik nog even een aantal dingen, maar die mensen moeten eerst dood zijn voordat ze iets krijgen. Dat vind ik toch wel een verschil. Ik weet ook niet wat daar, en daar kom jij denk ik straks ook nog op, wat is nou het ideale eerbetoon? Of wanneer geef je iemand een eerbetoon? Ik zou gevoelsmatig, dat heb ik ook een beetje met een autobiografie. Wanneer doe je dat? Als je klaar bent met je carrière, dan ga je een boek schrijven. Dan word je geëerd of iets dergelijks. Dat is een beetje misschien vanuit ons gevoel of onze herinnering. Maar blijkbaar gebeurt het toch ook anders. Dus ik weet niet, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het een interessante vraag. Laten we daar eens mee beginnen. Moet je overleden zijn om, ik hoop dat de Guinness smaakt trouwens, Jeroen. Ik zie het je slot. Zeker. Moet je overleden zijn als speler om een eerbetoon te ontvangen? Standbeeld, tribune, stadion, je shirt, wat nummer 9 wordt nooit meer gebruikt, dat soort dingen. Je kent het wel. Ja. Want in de NBA bijvoorbeeld, een andere sport, gaat het anders. Dan halen we gewoon je nummer uit de roulatie. Dat gebeurt ook wel bij het voetbal trouwens. Zullen ongetwijfeld even voetbal zijn. Ik kom er even niet op, maar er zijn er genoeg wiens nummer niet meer gebruikt wordt. Als een soort eerbetoon. Ja, daar kan je wat van vinden. Je kunt ook omdraaien en denken, juist dat nummer is echt heel speciaal. Nou, dat hebben we allemaal wel een aantal nummers. Ik vind dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Waarom zou je wachten tot Wim van Hanegem straks is over? Dat vind ik ook zoiets. Hè? Wim van Hanegem en Feyenoord. Ik heb me daar wel eens over verbaasd. Er is een tribune naar hem vernoemd. Zijn boek over hem geschreven. Naar mijn bescheiden mening, ik ben geen Feyenoorder. Maar is dat de meest beroemde Feyenoorder aller tijden? En ik zal me ongetwijfeld op glad ijs begeven. Maar ik zeg het even als buitenstaander. Mm-hmm. En ik snap dat de Kuip is toch wel, dat is wel een soort heilige naam, vind ik. De Arena is gewoon een kutnaam. Als ik eerlijk ben, het slaat nergens op. Vernoem dat dan naar of iets wat meer voetbal gerelateerd is. Volgens mij is de Arena ook ooit bedoeld als een soort multicultureel stadion voor concepten, internationale uitstraling, meer van dat soort geneuzel. Multicultureel of multifunctioneel? Multicultureel en multifunctioneel. Dank voor de rechtzetting. Ja, dankjewel.
Het is een lekkere gin tonic, maar hij hakt er wel in. Die 0.0, die heb ik maar weggezet. Dat is niks. Nou, maar ik zou gewoon... Weet je, een tribune is leuk. Voelt ook een beetje makkelijk misschien. En wat doe je over 10 jaar als een grotere Feyenoorder of pak een willekeurige club? Dus ik vind dat wel een lastige. Standbeeld vind ik wel gewoon wel, daar hou ik wel heel erg van. Daar kunnen er trouwens wat mij betreft niet genoeg van zijn. Zal ik even gewoon, wij hebben op zaterdagavond, deze wordt op maandagochtend uitgezonden. Het is nu zondag iets na 5 'smiddags. Zal ik even gewoon even vlug opnoemen wat we even in vogelvlug, en dan sla ik er nog, ben ik bang, een aantal over, die wij op Twitter zijn tegengekomen als tips. De Royal Dice, vernoemd naar Sean Dice, ik kan hem niet nadoen, van Burnley, met zijn schorre stem. Een fantastisch verhaal natuurlijk, hè, dat die pub, het verhaal is in ieder geval dat de pub-eigenaar, of landlord, of hoe noem je zo iemand, die zei van als Dice met Burnley Europees voetbal haalt, dan ga ik mijn pub naar hem vernoemen. Dus er staat nog, ik had het toevallig laatst met Joris nog over, staat op de vinklijst. Ik ben een keer in Burnley geweest. Wil je overigens, misschien ook wel. Nee, wil je niet dat die dood gevonden worden, maar dat is echt een en al pauper, wat ik me ervan kan herinneren. Maar ik zou graag nog een keer terug willen om die pub gewoon een keer daar even een biertje te vatten. Om dat even mee te maken. Dus net zoals je eigenlijk die 4 pubs in... bij Brentford zou moeten doen. Dat heb ik overigens niet gedaan. Ik heb maar eentje gehaald. Terwijl er nog andere 2 nog open waren. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dat valt nu wel een beetje in die categorie, vind ik. Net zolang die nog zo heet, moet je die eigenlijk nog wel een keer gedaan hebben. Maar dat is natuurlijk een mooi. Dat vind ik nou mooie. Hij leeft ook nog. Dus om daar nog heel even op terug te komen. Ik vind eigenlijk zelf wel dat je carrière wel af moet zijn. Gestopt zijn. Ja. Nee, is dat een beetje, ik heb dat een beetje, net zoals dat je een autobiografie gaat maken halverwege je carrière. Denk, je hebt nog toch zoveel te vertellen. Wacht dan even tot je klaar bent. En ga dan, of je moet echt verlegen zitten om geld. Maar je gaat dan niet een boek schrijven als je nog voetballer bent. Dat is toch gek. En dat heb ik met eerbetoon ook een beetje. Geef iemand, en doe dat bij wijze van spreken tijdens de afscheidswedstrijd. Philip Cocu bij PSV, Nou, die lichtmas. Ik moet even lachen om het verhaal toen Affalay stopte bij PSV vorig jaar. En dat hij een of andere ruimte na zich vernoemd kreeg. Vond ik een beetje dat ik denk, nou, ik vind, weet je, Affalay is natuurlijk wel een exponent uit de opleiding van PSV. Maar ik moet ook wel zeggen, daarna heeft hij nog niet zijn sporen achtergelaten. Dat ik denk van, nou, hoppakee, hè, geef hem even de naam van een... Van een ruimte in het stadion of waar dat, of op de hetgang waar het dan ook mogen zijn. Maar goed, ik heb daar gevoelsmatig dan iemand bij. Als je afscheid neemt of iemand stopt, nou weet je, als cadeautje, jouw naam mag hier opgeplakt worden. Nou, ik vind bijvoorbeeld Johnny van de Beukering bij Vitesse, dat hij gewoon een kantine naar hem vernoemd krijgt. Ik denk, dat is passend. Bij Affalay zit ik mijn hoofd te breken. Ja. Nou, laat ik even. Ik vind trouwens, ik deel jouw mening niet. Want, neem bijvoorbeeld Robert van Persie. Hij heeft toen een tribune volgens mij bij Excelsior hem vernoemd gekregen toen hij nog voetbalde. Ook dus dood, en ik snap hem hoor, maar dood en dood zonder dat hij niet bij Excelsior is gaan voetballen. Waarom zou je dat ook gaan doen trouwens in de eerste divisie? Aan de andere kant, hoe gaaf zou het geweest zijn? Maar dat is mijn liefhebbershart. Oké, ik ga even wat namen opnoemen hoor. Van mensen op Twitter die ons de moeite hebben genomen bericht sturen. Abe Molenaar, what's in the name? Die zijn staan ons als Abe Lenstra. En daar hou ik van. Moet een Fries zijn. Correctie. Abe Molenaar is geen Fries. Woont in Groningen en is de Heerenveen supporter. Heeft een Fries hart en daar gaat het om. Apenstaartje stadionvoer. Nou, dat vind ik een hele mooie Luciano van den Berg. Dat eerbetoon in het supportershome van Telstar. Hè. De voetballer die in 2005 is omgekomen bij een auto-ongeluk. Joost over het standbeeld en de lichtmast bij West Ham. Ja, ik zie het heel vaak. Jeroen heeft dit namelijk geappt dat ik denk... Ik lees het even. Joost onder, uit, voor, achter, in, schuin, voor de lichtmast. Standbeeld bij West Ham. Ries, dubbel L, ver, het standbeeld Koemelijn, beklad. Gaan we zo meteen nog even terugkomen. Dankjewel voor... en houdt er ook nog eentje, het standbeeld van Kalle Svensson bij Helsingborg. Gaan we straks ook. Gijs van der Poel, Carlos van der Rama. Volgens mij ook een standbeeld bij Santa Marta, Colombia. Juriaan van Wessem. De promenade in Monaco. Met de voeten van onder meer Rossi, Gullit. Maar ook Juanito in Fuengirola. Juanito trouwens
prima speler van Real Madrid in de jaren 80. Leon Gysna, monument van Torino. Superga, die selectie met het vliegtuig tegen de berg van Superga vloog. Appelsaantje Runderkroket, standbeeld Cruijff bij Camp Nou. De gegoten in de woonplaats van Runderkroket, namelijk Kuik. Allemaal hartstikke mooi. Apenstaartje Fernwee en onze held Joris. Het standbeeld van Tim Schreckenbach bij SV Lichtenberg. En wij hebben geprobeerd daarachter te komen, maar het verhaal waarom is ons geheel onbekend. De club is ons bekend. Jeroen. Ja, en het mooie vind ik, Joris heeft er twee keer wat over getwitterd. Mensen moeten dat eventjes even gaan zoeken op dat standbeeld. Want het is een heel raar standbeeld. Een grote clown of weet ik veel wat, een raar ding. Maar er zijn dus foto's dat hij wel een broek aan heeft en niet een broek aan heeft. Ja, ik kan me raden welke foto we aanvang hebben van Joris. Het geeft zoveel vragen. Überhaupt, waarom zou je een broek bij een standbeeld uitdoen? Want ik neem aan dat die ooit gemaakt is, dat die broek aan was. Of zouden ze hem juist zonder broek hebben gedaan en dat er dan een actiecomité is, net zoals van red het kiefietsei, red het broekje van Tim Schreckenbach. We doen hem een broek aan, zoiets? Ik heb geen idee, nee. Ik denk dat ik sommige verhalen ook niet wil weten. Okay. We hebben nog Dimitri, onze Belgische vriend. Zijn hond is vernoemd naar German Mera. En die scoorde in de bekerfinale, dus daar was hij heel blij mee. Martijn Swillens, die trouwens een fantastisch boek aan het schrijven is over verdwenen voetbalclubs. Bij Alan Broad van Leeds United. Standbeeld van Don Ravy en vooral Billy Bremner. Remco Jansen. Standbeelden van Law, Best en Charlton bij Manchester United. Martin Kostus, dat vind ik een hele leuke. Die kreeg ook volgens mij redelijk wat lijst. De jaren 70 fanshop achter de monumentale tribune aan de Bornse straat in Almelo. Dus we hebben het over Heracles. Of zeggen we Heracles, geen idee. Mark Kuipers, in Sevilla is de straat vernoemd naar Rafael Gordillo. Hannes van Veluwe, nou het standbeeld van Bobby Moore bij Wembley. Over Bobby Moore heb ik zometeen ook nog wat. De stadionhoppen maar weer is Netze, Veuks en Wiemer in Mönchengladbach eiken onder station naar de Beukelberg. En dan doen we er nog twee. Wietse de Wit, die heeft zijn zoon vernoemd naar Jarin Liedmanen. Nou, dat zal niet de enige zijn, denk ik, die nu als 25 jaar denkt, hoe kom ik aan die naam? En Le Duc Jean, die had over het steentjes voor het stadion van Atletico Madrid. Nou, dan hebben we nog het standbeeld van Zlatan. De Johan Cruijff-tribune in Zwolle. En uiteraard nog, volgens mij ook nog van de Manchester United, de Busby Babies, het standbeeld. Goed, ja. We hebben dus een hoop standbeelden, komen we tegen. Dat lijkt dan een beetje, of een tribune. Die twee kom ik als meeste tegen, Jeroen. Ja, van die laatste was van United vind ik wel mooi dat ze aan de muur die klok hebben hangen van die dat op die tijd staat dat het vliegtuig is neergestort. Dus dat is een beetje een ander soort. Dus dat vind ik nou echt een, liever had dat monument natuurlijk niet gemaakt moeten worden. Maar dat vind ik wel heel erg uniek wat dat betreft. Maar inderdaad, het is vaak een standbeeld of een tribune. Wat je tegenkomt. En dat gaat van standbeelden met drie mensen erop en één iemand erop van. Nou ja, trouwens, we vergeten er eentje over standbeelden / borstbeelden gesproken. Die van Ronaldo. Actief voetballer? wij zijn geboren Madeira of zo? Zoiets? Ja. Was dat daar niet op het vliegveld of iets dergelijks gemaakt? Of haal ik nu dingen door elkaar? Maar dat vind ik een mooie verhaal. Net zoals met Sean Dyche. Dat van United dan. De aanleiding is wat minder mooi, maar het monument is wel heel erg mooi. Maar ook dat standbeeld van, of dat borstbeeld van Ronaldo, dat is geweldig. En het is nog mooier dat hij ernaast gaat staan met een bepaalde trots. Dit ben ik, dit is voor mij gemaakt. Of zou hij iets anders gedacht hebben op dat moment? Nou, dat weet ik niet. Het ding is in ieder geval spuug en spuug lelijk. Ik vind het ook niet echt lijken. En dat maakt het juist zo leuk, toch? Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk ook nog wel wat. En we zullen er vast wel wat missen. Maar straatnamen die naar, of straten die naar voetballers vernoemd zijn. Kom ik zo meteen op, ja. Okay. Want dan kan ik wel die hele lijst gaan opnoemen. Maar dat kan ook trouwens zo dat we in één keer doorgaan. Wat vind jij ervan? Want het is dus vooral standbeelden en tribunes tot nu toe. Ik heb het niet over voetbalboeken, want die zijn we ook tegengekomen. Liedjes komen straks nog op. En dan bedoel ik niet
weet ik veel, OEA-ettergroei, C-OEA-ettergroei. Dat is leuk, maar dat liedje was er al en er is een soort video of een tekst opgemaakt. Ja, nou ja, goed, wat dat betreft hebben ze bij PSV hebben ze ook een soort van helden zongen waar Guus Hiddink, Frits Philips, Romario, zeg maar, daar ook allemaal in vernoemd worden. Dat vind ik ook wel mooi dat je een bepaald liedje hebt bij een club waar de grote helden zeg maar in één nummer naar voren komen. Dan is OAE de goeie, is dan misschien even een slecht voorbeeld. Maar ja, weet je, ik denk ook wel dat dat een beetje logisch is, een standbeeld. Logisch is dat er een straatnaam of een tribune naar je vernoemd wordt. Want dat is voetbal. Hè? Voetbal, ja, wat is voetbal? Je hebt een bal, je hebt een tribune, je hebt straten om je heen, je hebt een wijk. Dan lijkt het me heel erg logisch dat je dat gaat gebruiken om daar iets te vernoemen. Ja, stadions. Ik ken weinig spelers naar wie een stadion is vernoemd. Onze held Diego. Sinds kort. Johan Cruijff. Ik kan even kijken, want ik heb een lijstje klaarstaan. Ik denk dat er wel veel zijn hoor. Ik denk zeker in landen als Zuid-Amerika. Daar hoeven trouwens niet allemaal voetballers te zijn. Maar ja, goed, we noemden net bij Newell's Old Boys, hè, Bielsa. Napoli heeft natuurlijk nu vernoemd, inderdaad, wat jij net noemde, naar Maradona. Dus ik denk best wel dat die er wel veel zijn. Maar ik heb dat ook even niet voor zo voor ogen, zeg maar, welke dat zijn. Is toch de Guinness die een beetje. Ik zou even zeggen wat ik ongeveer op een lijstje heb staan. Ik heb bewegingen, de Cruijffturn, vliegvelden, liedjes. En dan bedoel ik niet OEA te groeien, maar echt liedjes die naar een speler zijn vernoemd. Een metrostation, een kruising van twee wegen. Wat wegen naar voetballers. Pubs hebben we het over gehad natuurlijk. Kindernamen, er zitten wat heerlijke tussen. Ik heb er echt drie waarvan ik denk, bizar. Welke zijn dat? Wil je het weten? Ja. Ik zal het noemen. Oké. Ik heb een speler. Hij is Arsenal supporter, gek genoeg. Maar hij is door zijn ouders vernoemd naar het kampioensteam van Leeds United 91-92. Hij heet Dominic Cazot. Maar zijn echte naam is Dominic. Oh, hij heet natuurlijk Dominic, want het is een Engelsman. Dominic, Andrew, Lukic, Newsom, Fairclough, White, Dorico, McAllister, Betty Strachan, Speed, Chapman, Cantona, Cazot. En het kan nog leuker. Ik ga gelijk even door. In 1966 was er een Liverpool supporter. Die heeft zijn baby vernoemd naar elke speler van het winnende FA Cup team. Inclusief de manager en de twee assistenten. Dus hij heet Paula, St. John, Lawrence, Lawler, Byrne, Strong, Yates, Stephenson, Callaghan, Hunt, Milne, Smith, Thompson, Shankly, Bennett Paisley, dat was toen assistent, O'Sullivan. Mm-hmm. Maar wat het frappant maakte was dat de moeder van de baby nog in het ziekenhuis lag toen de vader het kind ging aangeven. Zij wist van niks van die naam, hij heeft het ter plaatse bedacht. En ze had nog nooit een voetbalwedstrijd gezien en ze walgde van de naam. Het is een beetje onbekend of het stel nog lang en gelukkig leefde. Ik pak er nog eentje mee, nog twee, dat kan mij uitschelen. Een Millwall fan heeft zijn kind vernoemd naar zijn favoriete stadion. Mike Bloomfield wat heel veel mannen denken, stiekem de naam op het gemeentehuis aanpassen. Zijn kind heet Bermondsey Millwall Den Bloomfield, vernoemd naar zijn favoriete stadion, de Den en de bijbehorende locatie. Dan heb je nog een beetje een lafaard, maar dat zijn een hoop Arsenal fans, vinden wij. Sorry, Tim de Gier, die heet. Een Arsenal fan heeft zijn kind vernoemd naar de club, maar dan achterstevoren gespeeld. Dus niet Arsenal, maar Lanesra. Ja. Ik kom veel pubs tegen, maar ook, en dat vind ik wel een hele. Nou, je hebt natuurlijk een metrostation in de Londense wijk Highbury, die heet Arsenal. Vanaf 1932 heet het zo, omdat Arsenal vroeger om de hoek op Highbury speelde. Maar je hebt bijvoorbeeld een hele leuke straat in Noord-Londen. De A406, voor wie er was gereden. En dan heb je de Bobby Moore Way. Bobby Moore, aanvoerder van het beroemde Engelse team dat wereldkampioen werd. Maar ze een soort uitrijstrook heeft hij gekregen. Zonder huizen. Geen idee waarom. Dus dan heb je zo'n beroemde speler. En als je ooit in Argentinië bent en je bent bereid om 1300 kilometer ten noordwesten van Buenos Aires te rijden, dan heb je een plaats heet El Chanar. En dan kun je op de Messiweg links afslaan naar de Aguero-laan. En verderop heb je ook nog de Marcos Rocha-laan, de Angel Di Maria-laan, Javier Mascherano-laan en, wie kent hem niet, de Martin de Michelis-laan. Bayern München. Ja. Ik heb trouwens maar twee vliegvelden kunnen vinden. Het Ronaldo Airport op Madeira en
uiteraard het George Best Airport in Belfast. Ja. Laat ik het eens anders vragen. Stel nou, jij bent profvoetballer geweest, of in jouw geval, jij wil al geëerd worden terwijl je bezig bent. Ja. Wat zou jij nou fantastisch vinden als eerbetoon als jij profvoetballer bent? Wat zou jij nou mooi gevonden hebben? Dus geen standbeeld, geen tribune, geen vliegveld. Dat is een goede vraag. Een parkeerplaats. Misschien ook wel trouwens. Nee, niet een parkeerplaats. Van hier parkeerde de grote Edwin Muis altijd zijn Fiat Panda. Even denken. Een favoriete plekje in het stadion, bij het veld. Nou, weet je wat ik heel mooi vind? En ik denk dat zoiets, maar ik dwaal een beetje af. Je hebt bij Atletico Madrid, zie je de voorste weten, dat weet ik. Had je zo'n dame, die kwam altijd bloemen brengen. En legde ze altijd bij de cornervlag neer. Ik denk gewoon Ja, dan zou je denken, Edwin, je favoriete plek in het stadion. Dat zal wel de dugout zijn in jouw geval. En dan dat ene stoeltje. Goeie vraag. Tribune niet zozeer. Nee, daar sta je op elke e-ticket, zeg maar, die men print. Staat er de Edwin Muis tribune. Nou ja, ik moet zeggen, op zich... Enige hoogmoed is mij zeker niet vreemd. En voor dat soort dingen kan ik best een stijf kookje krijgen. Ik zal niet liegen. Nee, zo eerlijk ben ik ook wel. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nummer, rugnummer uit de roulatie. Vind ik ook niet zo heel belangrijk. Nee, vind ik een beetje Amerikaans ook. Nou, laat ik het even omdraaien. Wat is mijn favoriete eerbetoon? Ja? Ik denk een gaaf nummer, maar dan ook echt een gaaf nummer. Dus een liedje. Dat je naam in een liedje naar voren komt. Maar ja, er zijn niet heel veel goede voetballiedjes. Kunnen we het ook nog een keer over hebben. Ik noteer hem. Er zijn er maar echt heel weinig van. Ja, met eerbetoon bedoel je. Ja. Ja. Ik vond die van Manu Chao mooi over Maradona. Stille Willem, Wim Jansen. Ja. Wat mij wel tof zou lijken is... ik zou een tribune wel heel gaaf vinden. Ja? Ja, waarom niet? Maar jij bent onder meer Eagles-fan. Je bent een succesvol ondernemer. En stel dat je nog succesvoller zou worden, zou je hem kopen? Je zou het geld hebben. Zou je die naam kopen? Nou, nee. Ik vind een eerbetoon moet je krijgen. Niet kopen. Wat ik al wel heel mooi vind, is dat, dat ik al een reclamebord heb in de Adelaarshorst. Dat is natuurlijk een beetje jaren 80. Maar dat vind ik al wel leuk. Nee, ja, ik zou het niet kopen. Nee, ik vind, als je voetballer bent, moet je dat krijgen. Dat is het eerbetoon. Dat is hetgeen waar ze jou om een soort stukje erkenning geven. Van, nou, je hebt in de tribune, je hebt je standbeeld, je hebt je weet ik veel wat. Staat je naam in het logo of verzin iets. Maar ik vind niet dat je het moet kopen. Dat zal heel treurig zijn, toch? Oké, maar het gaat slecht met... Met de Eagles. Jij hebt toevallig goed geboerd als ondernemer. Even snel. Je helpt de club erbovenop. En 10 jaar later zeggen ze, weet je wat? We gaan een eerbetoon doen aan Jeroen Heijn, de redder van de club. Of zeg je, nou, dat is echt te veel eerbetoon. Te veel eer. Betoon. Dat hoeft niet. Weet je, in Eindhoven hebben ze toch ook geen tribune vernoemd naar de gemeente? Je zit te eten, hè? Wat verdomme, man. We zijn hier een podcast aan het opnemen. We zitten hier eentje lading toosjes naar binnen te werken. En ik zit hier mijn worstenbroodjes koud te laten worden. Ik geef toe, ik neig wat meer naar de hoogcultuur dan naar de laagcultuur. Ik vind het in ieder geval lastiger. Maar laten we even gewoon een aantal nemen. Een aantal eerbetoons. Is er een speler in... Nou, we laat ik gewoon even noemen... Abel Enstra lijkt me duidelijk. Ik vind dat Heerenveen dat heel goed doet. Ik zeg niet dat ze het uitmelken, maar ze maken wel de handig gebruik van. Op hun chique manier zeg ik ervan, want handig wil ook nog wel eens anders uitgelegd worden. Die club is 1-0 Abel Enstra. Standbeeld voor het stadion. Ja. Stadion naar de beste man vernoemd. Riemen van der Velde. Fantastisch gedaan. Een monument voor bijvoorbeeld Torino, hè, van het vliegtuigongeluk. Of Manchester United. Ja. Die klok vind ik trouwens erg mooi bedacht. Hou ik van. Nou, heb je de grote spelers als Cruijff die een standbeeld krijgen. Tim Schreckenbach, noem het maar. En dan heeft elke club heeft wel wat.
Nou ja, weet je wat je ook... In Napels nog heel veel jochies rondlopen die Rudy heten. Die zullen nu een jaartje of 40 zijn. Moet je me even helpen? Rudy. Oh, ja. Ik zat aan Rudy Vullen te denken. Ik denk, ik miste even de link, maar oké. Okay. Lekker water. God, door je ding toch? Nee, ja, nee, weet je, het is... ik denk dat inderdaad, zoals van Torino, maar ook, weet je, dat gaat dan misschien niet eens direct over het eerbetoon aan, aan spelers, maar ook over supports. Bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk bij, heel toevallig van het weekend was het 50 jaar geleden, de ramp van Ibrox. Je hebt natuurlijk Hillsborough. Dat zijn natuurlijk ook mooie eerbetoon, maar dat gaat natuurlijk niet direct over voetballers. Dus misschien die van United een mooi voorbeeld. Maar dat soort dingen, ik zou dat bij een stadion doen op een plek. Waar iedereen bij kan, waar je bij wijze van spreken bloemen neer kunt leggen of iets even bij stil kunt staan, dat is volgens mij het meest ideale. En voor voetballers is denk ik toch wel een standbeeld. Alhoewel je natuurlijk kunt discussiëren of het de juiste voetballer is. Dat is natuurlijk ook heel lastig. Kijk, bij Go Ahead heb je bijvoorbeeld, hebben we natuurlijk die stadionmuur, die is helemaal gerestaureerd aan de Vetkampstraat. Je hebt dat hek, hebben ze nu helemaal al een tijdje, staat de Home of Football boven. Maar ze hebben nu een standbeeld. Van hoe zei je? Je sprak het een beetje over homo voetbal, maar het zal wel home of voetbal zijn, denk ik. Ik denk dat het jouw gin tonic drankje is. Maar daar heb je nu een standbeeld van Leo Halle. Nou, weet je, Leo Halle is een oud doelman van Go Ahead. Nou, wie is Mr. Go Ahead Eagles? Dat is niet Leo Halle. Nee, ja, ik weet wie het is, maar als ik eerlijk denk, als ik aan de geschiedenis van de Eagles denk, dan kom ik toch wel een beetje uit bij de naam van Leo Halle. Ja, toch wel. Ja, ik ben geen Eagles fan, hè? Maar ik had Johnny Ouder-Wesseling, Mr. Go Ahead Eagles, had ik daar. Die leeft nog, dus misschien dat het is, toch? Ja, hè? Misschien moet Johnny, ik hoop het niet voor hem trouwens, maar misschien moet hij eerst overleden zijn voordat hij dan iets krijgt. Maar ik had daar toch iets anders gedaan. Ik wilde niet willen zeggen dat Leo Halle geen onderdeel van de geschiedenis is van Go Ahead, uiteraard. Dus, maar ik denk dat het meeste... Wat zou Johnny Ouder-Wesseling moeten krijgen bij de Eagles, Jeroen? Standbeeld. Als zelfverleid. En laten we hopen, standbeeld? Mr. Ja, Eagles, een standbeeld. Ja, of een tribune. Maar, niet, is de naam... Want ik heb dat een beetje ook bij een aantal stadions... onder meer de Kuip ook, maar ook de Alashorst. Is de naam zo heilig dat... De Alashorst? Ja, dat mag niet getornd worden. Nee, Alashorst niet. Nee? Wie wilde nou het Hapslik Fuji Stadion heten? Nee, niemand, Johnny Ouder-Wesseling... Oh, zo bedoel je. Nee. Dat vind ik in het kader van Go Ahead. Vind ik de Alashorst, daar kun je niet aantonen. Dat is gewoon klaar. Dat moet je nooit meer aankomen. Of wordt dat een beetje het verhaal San Siro Giuseppe Meazza, dat iedereen gewoon lekker San Siro blijft zeggen? En AC Milan en Inter Milan. Zoiets. Leuke grap, hè? Vind je dat? Ja. Moest je even maken, hè? Bloedhond. Nee, ik vind dat je daar niet aan moet komen. En het blijft natuurlijk ook allemaal wel een beetje tussen aanstekens lokaal, zeker in het geval van Go Ahead. Hè, ik kan me ook voorstellen dat veel mensen misschien Johnny Ouder-Wesseling niet eens kennen. En zo zou ik bij wijze van spreken Mr. Fortuna Sittard, geen idee. Anton Jansen? Ik heb geen idee. Nee, maar ik wil er alleen maar mee aangeven. Daar wil ik alleen maar mee aangeven dat ik het niet weet, zeg maar. Hè? Okay. Dus ik kan met Johnny Ouder-Wesseling ook... Dus dan zou je bijvoorbeeld een tribunenaam kunnen vernoemen, maar niet een stadion. Cruijff is wat anders, heeft een uitstraling die over de hele wereld gaat natuurlijk. En dat is bij de Mr. Go Ahead Eagles, Mr. NAC, Mr. Utrecht, is het allemaal net even iets anders. Jij bent wel lekker bezig, hè? Vorige week en die week ervoor werd de Arnhem beledigd. En nu hoor ik al Utrecht, Deventer en NAC worden ook gelijk meegenomen op die stapel. Nee, heel zeker goed. Niet. Het gaat mij erom de uitstraling die je hebt. En Mr. NAC weet je wel. Ik ken nu een fotograaf die, ja, inderdaad, die wordt helemaal, die loopt nu te schuimbekken. Ja. En die gaat jouw adres op Twitter zetten. Dat is geen probleem, want hij moet me binnenkort toch ophalen voor een fotoshoot. Dus dan is dat mooi makkelijk ook. Ja. Ik zou dat niet zo snel doen. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dus maar laten we eerlijk zijn, waarom is als Johnny Ouder-Wesseling, hij leeft nog, en laten we hopen dat hij nog heel lang leeft, hij is Mr. Eagles, waarom staat er, verdikke me, geen standbeeld? Dat bedoel ik dus. Ja. Hup, regelen. Ik vind trouwens bizar, echt bizar,
dat supporters van Ajax een geld bij elkaar moeten lappen om een standbeeld voor Johan Cruijff gewoon te regelen. Dat gewoon niet de club zegt, wij tikken even 80.000 euro af, want dat is, vinden we belangrijk. Maar dan zeg ik als buitenstaander, dat is toch ook de koude sfeer of koude mentaliteit die een beetje bij Ajax schijnt te heersen. Dat je dat niet voor elkaar kunt krijgen. Ja, laat eerlijk zijn. Ik geloof niet dat het geld zal niet tegen de plint opklotsen. Maar dat geld is nog wel hoor, voor zo'n standbeeld. Ik ken niet het verhaal erachter. Hè? Zeg ik eerlijkheidshalve bij. Overigens, standbeelden. En ik ga even door, want we hadden op zaterdagavond een leuke Twitterfestijn. Ik ken zijn naam niet, maar Ries LL Veg, die had het over standbeeld, onder meer van Kalle Svensson. Maar ook over Koemelijn bij het Feyenoordstadion. En van het standbeeld van Koemelijn is bekend dat hij minimaal één keer, maar misschien meerdere keren, dat weet ik niet, beklad is. Onder meer door Ajax-supporters. Ik ben een Ajax-fan. En ik ben gelukkig, dat zeg ik even verkeerd. Ik heb Koemelijn nooit zien voetballen. Ik ben geboren in 71. Maar je blijft gewoon van standbeelden af, vind ik. Nou ja, ik denk dat we daar niet eens zo heel lang over hoeven te hebben. Ik denk dat je überhaupt van andermans spullen af moet blijven. En zeker van dit soort dingen. Heb jij nooit gepist tegen een stadion aan? Dat je denkt, alleen tegen Twente, Rotte, Zwolle, ja? Nee, nooit. Kijk, weet je hebt wel eens van die ludieke acties. Dat je Abelenza een Groningen shirtje aan heeft. Hebben we overigens allemaal wel een keer gezien. Dus dat grapje hoef je. Dat is net zoals je hele team op Marktplaats zet. Nadat je 8 keer verloren hebt op een rij. Maar goed, af en toe moet dat even gebeuren. En kijk, dat vind ik een soort van ludiek. Maar het bekladden of het. Mishandelen tussen aanhalingstekens van een standbeeld, dat is wat anders. Alhoewel, ja goed, weet je, aan de andere kant, het slaat dan standbeeld bij Malmö. En hij is een kind van Malmö FF. Ja, nee, hij is bij een andere club toch ingestapt. Oh ja, ongetwijfeld. Ik weet die van Malmö naar Ajax is gegaan. Toen heeft Don Leo heeft hem opgepikt, zoals het heet. Nou ja, Don Leo niet, maar een van de scouts. En dat hele standbeeld is, hij is natuurlijk volgens mij voor Helsingborg gaan spelen. En ik zou mijn broer moeten vragen, want die woont in Zweden. Ah, die geeft trouwens helemaal niks op voetbal. Hij heeft aandelen gekocht van Hammarby. Dat is de concurrent van Malmö. Hammarby, ja. En sindsdien is zijn standbeeld beklad. Zijn neus, die is natuurlijk redelijk makkelijk te bekladden. Dat is toch hetgeen wat het eerste opvalt. De neus, En is ook beklad met verf. En is ook, ik moet er dan ook alweer. Ik haal nu al mijn woorden van net weer even onderuit. Dat je er niet aan moet komen. Maar zijn neus is er ook afgesneden. Dat is sneu, man. Ja. Maar laten we eerlijk zijn. Daar kunnen wij best begrip voor opbrengen. Goed. Maar laten we eerlijk, kom op, joh. Johnny Oude-Westerling gaat trainer worden bij PEC Zwolle. Laat ik het andersom draaien. Als er een standbeeld van Stegeman komt en aan de Vetkampstraat, dan is hij dat blijft nog geen 10 seconden staan, denk ik. Dus weet je, op die manier. En, de grote is John Stegeman hebben we het over nu, hè? Ja, grote John. Ja, ik zijn de meningen over verdeeld. Heb ik van zijn vrouw gehoord tenminste. Maar door, want het niveau wordt nu bedenkelijk voor de maandagochtend. Nou ja, we hadden natuurlijk nog... We hebben niet echt de vraag gesteld, maar we hebben nog één luistervraag. Ik heb nog wel voordat we een intermezzo, voordat we aan de luistervraag gaan. Er zijn ook bewegingen naar voetballers vernoemd. En ik dacht, welke dan? En toen schoot me de kruifturn binnen. Dus achter je stambeen de bal langs daardoor halen. Wie heeft het niet geprobeerd en bij wie is je niet tegen je stambeen aangekomen? Laten we eerlijk zijn. De allerbekendste is denk ik de penalty van Panenka. Uiteraard. Panenka. Maar we hebben ook de blanco hop. Zeg jou dat wat? De blanco hop, is dat die aanloop van de penalty nemen? Of is dat iets anders? Nee. Je brengt me nu een lastig pakket, want ik moet nu zijn voornaam uitspreken. Een Mexicaanse international. Oh, met die... Cuauhtémoc Blanco, die de bal tussen zijn voet door, tussen twee verdedigers doorwipt. Is dat... Moet de scheidsrechter dan niet fluiten in verband met het klemmen van de bal? Als ik nu bij was, zou ik een klap in je gezicht geven. Serieus? Nee, maar dat is toch zo, of niet? Je mag de bal niet klemmen. Je bent echt zo'n regeltjesman, hè? Oort noemt moest zijn en er zijn regeltjes, mensen. Let wel. Doe rak, schop jak, niet meer doen.
Ik ben er overigens uit hoe wat mijn ideale eerbetoon zou zijn. Als er een snack in het Eagle Stadion naar van mij vernoemd zou worden. We zijn eruit. Met zoetzure saus. Omdat het Nederlands is. Want jullie lusten houden niet van scherpe saus. Jullie houden niet van. Zou dit een mooi einde zijn, Edwin? Als gewoon net voor je sterfdag, beste Jeroen. Ja. In een terminaal en er is een snack naar je vernoemd. Hoe heet die snack trouwens? Gewoon de Jeroen Heijink snack. Ja, ik bedoel, is het een frikandel, een lumpia, een kroket, alles in één, een jorripan. Ik zou dan voor de lumpia gaan dan inderdaad. En dan inderdaad met zoetzure saus, omdat jullie dat niet kunnen handelen. Jullie scherpe dat saus. Niet kunnen handelen. Ja. Lekker dat er... Nee, nog een slok van je Guinness. Ja. Oké, okay. Hey, maar ik heb nog één beroemde beweging. En daarvan wist ik niet dat die zo heette. Jij kent wel... Wat zit je nou op de klok te wijzen? Niks. Moeten we afronden? Moet je eten? Nou, ik krijg wel een appje inderdaad dat het eten net bezorgd is. Ik ken jou echt alleen maar van McDonald's en thuisbezorgd. Echt. Wordt er überhaupt, hebben jullie überhaupt pannen in huis? Okay. Pannen? Ja, oké. Okay. Nee, ik ga even door. Jij kent de Zidane, die beweging. Weet je wat ik bedoel? Ja. Ja. We hebben wel eens geprobeerd en meestal vallen we dan om of geen idee. Dat heette Marseille draai. Dat wist ik ook niet. Oké. Okay. Maar goed, nou, dat even als intermezzo. Heb ik nog meer staan? Nou, even pubs, even heel snel twee. We kennen de Royal Dice, vernoemd naar Sean Dice. Dit gaat Joris leuk vinden, maar die wist het al lang. Er was een Letitia Arms, vernoemd naar Matt Letitia of voor sommige mensen Le God. Helaas is de naam ondertussen veranderd naar de Chapel Arms. En er zijn heel veel pubs. Als je dat gaat googlen, dan kom je echt heel veel tegen. Duncan Edwards, wie kent hem niet van Manchester United, op slechts 100 meter van zijn geboortehuis in Dudley ligt nu de Duncan Edwards pub. Lijkt me trouwens ook wel gaaf om een keer zo'n, als je toch dan in zo'n stadion bent, om dan zo'n kroegentocht te doen. Wow, ik krijg net een appje binnen vanuit, dat klinkt heel populair, maar uit Engeland. Gary Marsden is overleden. Serieus? Ja. Ja, het is echt net vers van de pers. Het klinkt zo cliché, maar dat is het wel. Dus, je had het in het begin over, we gaan het over voetballiederen hebben. En we hebben het al eerder over You Never Walk Alone uiteraard gehad. Ik krijg het net binnen. Dus, vertel eens over Gary Marsden. Ik ben even hard aan het nadenken nu. Hij is Gary in de Pacemakers. Oh, natuurlijk, ja. Ja. Never Walk Alone. Ja. Die is blijkbaar net, of in ieder geval het nieuws komt nu naar buiten. Dus ik weet niet of die ziek is geweest, maar dat gaan we straks even in verdiepen. En dat is misschien een mooie gelegenheid om daar volgende week eens een keer over te hebben. Laten we eerlijk zijn, het is toch gewoon het voetballied van de wereld? Ik ken er niet één die dat overstijgt. Ja, ik weet, jij bent iets wat gekleurd, maar ik ken er niet één die dat overstijgt, toch? Nee, dat eens. Dat heb ik ook. Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud en laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden? App deze dan naar 06-48-000-580 en wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad verwijs ik je graag door naar staantribune.nl.